Hoe fijn is het om weer een echte spits in de opstelling te kunnen zetten? Dat geeft ons een aantal opties meer, hè? Zo, dat is zeker fijn. Merk je ook dat de groep daar meer van vertrouwen van krijgt, dat er een echte spits voorin staat? Ja, kijk, we hebben natuurlijk een specifieke kwaliteit gemist in de aantal wedstrijden. En Chris brengt dat mee. Niet alleen maar scoren vermogen, maar ook aanvallen vermogen. Daarmee bedoel ik, ja, andere spelers krijgen ook meer ruimte. En een tegenstander, ja, die moet rekening houden met een speler die iets die specifiek kan. De resultaten vallen tegen de laatste weken. Hoe probeer je nou deze week de groep vertrouwen te geven? Nou, we hebben natuurlijk een nabespreking gedaan, dat doen we elke keer. Het is op zich wel geen goed, wat geen minder goed, maar moet beter. En gewoon serieus werken, het is op zich voor dat. Het is op zich voor ontwikkelen van speelwijze en er moet gewoon presteren worden natuurlijk. Ja, mochten jullie vanavond een slecht resultaat behalen, dan wordt het wel erg moeilijk. Maak je daar zorgen over? Nee, ik maak me geen zorgen op dit moment, überhaupt niet. Hoe dichter dat bij de zomer komt, ja, hoe sneller moet het gaan, dat is wel duidelijk. Maar in dit geval hebben we nog 10 wedstrijden te spelen. Maar ja, het is wel een belangrijk pot vanavond. Succes vanavond. Dankjewel. Dankjewel. Kort maar krachtig.